Hey, hallo. Vandaag bespreek ik weer een boek dat op de longlist voor de Booker Prize 2020 stond. Ik was er eigenlijk sowieso al heel erg benieuwd naar, want dit boek kreeg eigenlijk vanaf het moment dat het uitkwam al heel veel positieve kritieken. En met al die positieve geluiden ben ik het eigenlijk helemaal eens. Ik vond het boek heel erg goed en het boek dat ik vandaag bespreek is Aperogon van Colm McCann. Er is ook een Nederlandse vertaling uitgekomen bij uitgeverij De Harmonie. En de vertaling was in handen van Frans van der Wiel. Ik las echter de Engelstalige versie. Tja, het is natuurlijk heel erg gewaagd om je als Ierse schrijver te wagen aan het conflict tussen Israël en Palestina. En een van de vele gehoorde kritieken op dit boek is dan ook dat een schrijver vooral niet moet schrijven over dingen waar hij als buitenstaander altijd minder van weet dan de mensen die iedere dag in de ellende die dit conflict met zich meebrengt moeten leven. Maar dat is ook helemaal niet wat McCann pretendeert. Hij pretendeert niet dat hij het conflict doorleefd heeft. Hij pretendeert niet dat hij snapt hoe alles in elkaar zit en dat hij weet waar de oplossingen liggen. Die titel, Aperogon, die is er niet voor niets. Een Aperogon is een wiskundige vorm met een ontelbaar aantal zijden. En McCann laat een heleboel van die zijden van dit conflict zien, maar hij heeft tegelijkertijd ook heel erg goed door dat hij nooit alle zijden van het verhaal zal kennen. Misschien wel niemand kan die kennen. En we lezen in 1001 hoofdstukjes over de wetenschap achter rubberen kogels, over vogels, over koorddansers, muzikanten, wetenschappers. Er komt echt van alles voorbij in dit boek. Maar er is wel een rode draad door deze fragmenten heen. En die rode draad is het verhaal van Bassam en Rami. Bassam is een Palestijn, Rami is een Israëliër. En Bassam is een Palestijn die zich heeft verdiept in de Holocaust. En Rami is een Israëliër die wil dat er een einde aan de bezetting komt. Allebei hebben ze hun dochter verloren. De een werd doodgeschoten door een Israëlische militair. De ander die kwam om bij een zelfmoordaanslag. Ze vinden elkaar in hun verdriet en hun gezamenlijke strijd om het verhaal van hun dochters te vertellen. En om nou eindelijk eens een keer een einde te maken aan het slepende conflict. Deze twee personages zijn overigens gebaseerd op echte mensen. En het boek vond ik eigenlijk heel erg leerzaam. Ik heb door deze roman van alles geleerd over manieren van oorlogsvoering, over bezettingen, over methodes van geweld gebruiken. En ik heb ook heel erg veel geleerd over de geschiedenis van deze specifieke strijd. En heb heel veel verschillende verhoudingen tot dit tweespalt tot me genomen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het wat dat betreft echt een heel rijk boek vond. Daarnaast vond ik de fragmentarische stijl echt heel erg goed werken voor wat McCann volgens mij wil doen. En hij lijkt zijn methode een beetje bij Philip Glass en Robert Wilson af te kijken. En die namen komen niet uit de lucht vallen, want die komen ook voor in het boek. Zij maakte in 1979 de opera Einstein on the Beach. En dat is een opera zonder duidelijk narratief. En de gedachte van Glass en Wilson was dat ze op fragmentarische wijze wilde tonen wat Einstein met zijn denken voor de wereld betekend heeft. En ze vonden dat ze dat op deze manier beter konden doen. Dat ze met zo'n non-lineaire vertelling dichter tot de kern konden komen. Daarover vertel ik je meer in de leessoundtrack die ik bij dit boek heb geschreven. Die leessoundtrack kun je lezen op mijn website www.boekuitroepteken.nl. Maar dat tot de kern komen, dat heb ik meerdere keren ervaren tijdens het lezen van Aperogon. En natuurlijk, ik snap dat ik als buitenstaander in dat conflict eigenlijk daar helemaal niet goed over kan oordelen. Dat ik niet echt goed kan beoordelen of McCann echt tot die kern komt. Maar wat me dat gevoel meerdere keren gaf,
is het feit dat ook de verhalen van Bassam en Rami in fragmenten verteld worden. En hierdoor krijg je telkens weer opnieuw te maken met enerzijds de pijn van hun verlies en anderzijds met hun broederschap. En iedere keer weer opnieuw beleef je de zwartste dag van hun leven. En iedere keer weer opnieuw is het hartverwarmend om over hun vriendschap te lezen. En ja, daar zit dan ook voor mij de kern van het verhaal. De wil van de een om het leed van de ander te begrijpen en mee te voelen. En het elkaar niet zien als vijanden, maar als slachtoffers van hetzelfde conflict. Ja, ik zie dat ik alweer veel te lang aan het woord ben. Maar goed, ik vond Aperogon echt een roman die op heel veel vlakken boeiend en indrukwekkend is. Met gemak 4 sterren voor dit boek. En deze kreeg ook een mooi plekje in mijn top 10 over 2020. En een link naar dat stuk vind je in de beschrijving hieronder. Bedankt voor het kijken weer. De volgende keer bespreek ik Love and Other Thought Experiments van Sophie Ward. Net als Paragon een heel ambitieus boek waar ik enorm van genoten heb, hoewel de thematiek echt compleet anders is. Hopelijk tot de volgende keer en voor nu zeg ik toedeloei.